morgen zonder zorgen. Deze handschoen heeft mijn leven gered. Oh shit. 1,5. Live visual. Jij, deze week weer een fijne nieuwe vlog. Van alles gebeurt, het veel te veel om op te noemen, maar zeker blijven abonneren, blijven liken. We gaan ermee beginnen. Start! Deze week waren we bij de lancering voor een nieuwe app, de Resource City app. Maar eerst gaan we naar Bunny Vlogs, want die was deze week ook bij ons. We hadden het al beloofd bij de 1K special. Als we de 2000 abonnees bereiken, dan gaan we iets vet cool doen. Blijven liken, blijven abonneren, zodat we er zo snel mogelijk geraken. Dan kunnen we laten zien waarmee dat we bezig zijn geweest deze week. Tegen een professionele BMX'er moet ik het afzeven. Ik heb hier wat gasten gevonden die beweren dat ze allemaal een salto kunnen. Wie kan er de vetste salto? Ja? Allee, jongens! Ik doe mijn benen hier. Oh shit. What the fuck? Hey, dat is eigenlijk echt nog eng. Damn. Oké, dat was echt lastig. Dus ik ga nu ook een beetje uitleg krijgen. We gaan al een voorproefje geven. Maar ik kan je verzekeren, het wordt fucking hard. Je mocht filmen met je andere hand, want je hebt een brandhandschoen aan en die gaat het nodig hebben. Oeps, oké. Eventjes mijn handschoen switchen. Oké, mocht hem omdraaien? Dit kom ik er vast houden. Oké. Je hebt van Wildfire gehoord? Nee. Nee? Dat is groen vuur. Oh shit. What the fuck? Check die shit. Groen vuur. Oh my god. Dus jullie kunnen het al raden. We gaan iets doen met groen vuur. Oh fuck, oh fuck. Oh mak. Oh. En nu? Ja. Nee. Oh shit. Oh. Ik voel de F. Oh, dat gaat hem heel warm. Oh my god. Die shit blijft hier maar branden. Je ziet, het kan in een handomdraai verkeren. Deze handschoen heeft mijn leven gered. Die handschoen is gewoon in brand gevlogen. Uiteindelijk, ik voelde niks. Dus zo'n brandhandschoen werkt echt wel perfect. Het is dat, zo zie je maar dat het belangrijk is dat je van die geniale veiligheidsadviseurs en zo in de buurt hebt. Dus probeer dat zeker niet thuis. Zou ik niet doen. Nee, wij zijn hier in een professioneel bedrijf. Het is daarom dat we het hier doen, in de juiste omstandigheden. Yes. En de gisteren, Gert Leekdijk, niet gezien? Nee. Dat met dat gas vond ik vet. Ik heb dat nog nooit gedaan. Wanneer dan? Nee. Maar ik heb het nog wel gehoord. Serieus? Ja. Alright, voor degenen die dat gezien hebben, we zijn een tijdje geleden bij Gert Late Night geweest. Je hebt daar misschien niet gezien met zo'n gas, de Didier eruit laten vallen, dat er nog wat over is. We gaan naar de gaskooi, want daar is te doen. Het ding is dat dat zwaarder is dan lucht. Waar dat helium lichter is dan lucht, is deze zwaarder. En dat zorgt voor een behoorlijk vet effect. Ja, die is zwaarder aan de lucht. Ja. Dus dat gaat beneden in je longen blijven zitten. Stel dat je duizelig begint te worden. Het enige dat je gewoon moet doen is even vooroverbuigen. Uitademen. Omdat je dan alles omdraait, gaat dat gas naar buiten rollen. En dan terug inademen en alles komt in orde. Holy shit. Yo, mama. Yo. Oké, dat is even een mindfuck. What the fuck. Oké, het is nog leuk ook. Yo mensen, een hele goede morgen zonder zorgen. Live visio, sowieso. What the fuck. Yo. Ah, ik ben terug. Excuseer, mag ik je eventjes iets vragen? Ja, het is eigenlijk gewoon voor de tv. Jesus fucking Christ! Dat is cool! Hallo, mijn naam is Freddy en ik ben 37 jaar. Maar ik zou liever niet bekend worden in de Vlaamse media. En dan krijgen we toch een beetje een speciale stem. Ja, ik vind eigenlijk wel... Amai, deze zegt, nu heb ik een ander accent en zo. Hoe kan dat? Wat is er aan het gebeuren? Hallo, met Emiel. Ik ben er eventjes niet. Uw persoonlijke begroeting is...
Hallo, met je mail. Ik ben hier eventjes niet geleverd in te laten in te spreken bij de Wim. Dankjewel. Oké, super vet. Ik was hier gisteren en ik zag hier in de afvalruimte van Technopolis ligt er eigenlijk allemaal materiaal dat ik kan gebruiken voor mijn kamionet. En check dit. Dat is mijn matras. Een lengte van 2 meter en die past gewoon perfect op deze. Dus wat gaan wij hier doen? We gaan dit afzagen. Zo heb ik een latte bodem. En we gaan dat nu in mijn kamionet proberen bouwen. En wij gaan dat er gewoon uitstaan. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1. Ik kan niet eruit, hè. Om op te bouwen met de eerste afbreken. Super. Wel een kleine. Ja. Oeps. Het is hier ondertussen een klein beetje een stort, maar de bus wordt wel knap. Nee, dat erover. Erover, hè? Denk erover, ja. Alles en iedereen wordt ingezet ook voor de bunny. Dus zelfs Matthias, onze montageman. Flinke werkers, man. Met al het afval dat Benoit hier gevonden heeft hij gewoon dit gemaakt. Super vet, ik ben zo blij. Het eindresultaat is wel nice. Dat is echt wel. We hebben het er net in gekregen en kan je verzekeren, het was niet easy. Het was niet easy, nee. Yeah. Onze vorige video had mega veel reacties, waarvoor dikke merci. Vooral een zware shout-out naar alle leerlingen van het BIMSEM. Super tof om te zien dat jullie zo enthousiast waren. Het verslag van de persconferentie van de Resource City app komt er zo dadelijk aan. Maar vergeet niet dat ook hier in Technopolis al die elementen te rapen zijn. En bij deze beloof ik het. De eerste leerling van het BIMSEM die naar hier komt en alle elementen weet te vinden, te vangen, te verzamelen, weet ik veel, die mag zich komen aanmelden en die krijgt ten deze mee. Echt waar, super dikke shout-out naar iedereen van het BIMSEM. Wij staan hier aan de BIMSEM school in Mechelen. Hier gaan we vandaag een aantal secundaire leerlingen verzamelen om een gloednieuwe app te ontdekken. Het is een app die ontwikkeld is door Vito. Het draait allemaal rond chemie ook. Ik heb mij laten vertellen dat het een beetje als Pokémon Go is. Dus we gaan eens gaan kijken. We moeten dus op zoek naar chemische elementen. Hé, maar waar is die? Maar het is wel heel goed zoeken, heb ik de indruk. Ik heb erin! We zitten wel met flinke spelers. Hè? Dus ik zo overal groepjes, dat is wel heel grappig om te zien. Dus. Ja, Erik, zie! Hé, hey, Pieter, is het is op u? Goed, oké, ik heb een paar dames gevonden. Hoe heb je het ervaren ook? Dat is een toffe app, maar soms doen die dingetjes raar, want dan vind je die niet goed. Dus je moet een paar elementen vangen en dan vervolgens kun je die samenvoegen tot één groot element. Werkt het een beetje als Pokémon Go of is het... Ja, alleen in het begin werkte het niet, maar vanaf dat ik er één had gevangen, dan werkte het wel. Ja. Wat vonden jullie van de app? Interessant. Het is gewoon interessant om te weten hoe dat dingen zo samen kunt voegen. Je hebt gewoon een slechte telefoon. Ja. Dat is kei triest. Ja, best wel. Maar was het leuk op zich om te doen? Ja, dat wel. Mocht het nu werken, dan zou het... Ja, dan zou het echt heel plezant zijn. Je ziet een element, je gaat er naartoe en je vangt dat. Ja, dan moet je daarop klikken en dan is het zo met je camera en dan moet je daarop klikken. Oké. Okay. Er zitten hier nog heel veel jongens. Ik ga ze heel kort in beeld brengen, want ze willen eigenlijk niet. Hup, hup. Die hebben ook allemaal gespeeld. Die waren ook allemaal heel flink. Ik heb dat gezien. Dus dat is oké. Okay. Oké, okay. Klein mini-interview met een druppel. Jawel. Hoppakee, zie eens. Oh. Ik ben Filip Marijnissen. Oké. Okay. En ik werk als onderzoeker bij Vito. En ik heb eigenlijk alle elementen hier in Mechelen verstopt. Bijvoorbeeld waterstof in de buurt van waar er water is. Okay. Koolstof in de buurt van waar er bomen zijn.
Op de grote markt van Mechelen, daar vind je kobalt. Dat is een stof die in airbags wordt gebruikt. Onder de grote markt is een grote parking. Ja. Dus eigenlijk is dat een beetje een mijn van kobalt. Ik zou zeggen, speel het allemaal. Het is heel leuk. Hey, maar we komen wel dichter in de buurt. We komen dichter. Alle elementen bevinden zich van voor. Die zijn aan het wachten om binnen te gaan. Die staan allemaal aan de ingang. We zien iets. Er komt iets in de... Oh nee. Klikken. Moeten we nu... Ja, ik zie het. Wat? Element gevonden. Koolstof. Oh my god. Ah, tjoe, hij is al weg. Oh nee. Is hij weg? Maar ik weet niet. Zeg maar, Zanne, daar zitten er nog. Daar zitten er drie. Oh. Ja, kijk. Zie. Zie, hier is een horloge. Moet je daarop klikken? Ik heb hem. Bam. Bam. Oké, ook een vlag. Woe. Goud. Oké, we gaan koper vangen. Koper dan, ja. En Zanne, kan je er al aan? Nee. Oh, yes. Een muntje. Een muntje. Got it. Essentieel voor het immuunsysteem. Voor het immuunsysteem? Ik eet nooit koper. Jij ook niet? Moet er dringend mee beginnen. Ja, maar dat is daarmee ook dat wij zo zwakjes. Spreek voor jezelf, hè, man. Alright! Zo, dat was hier weer voor deze week. Het begint verdorie te regenen, dus ik ga maken dat ik naar binnen kom. Blijven liken, blijven abonneren, blijven reageren. Tot volgende week, salukes! Baba, regen!